Filip, ik vind dat je tapejes op je knieën, die zijn echt perfect van kleur. Staan je goed. Vanaf dit perspectief zien we dat je je handen nog niet helemaal goed hebt. Hè? Je bovenste hand, die moet voor je onderste hand zijn. Dus je onderste hand, die krijgt, komt eigenlijk elke keer tegen je pols, onderkant van je pols aan, van je bovenste hand. Dus dat horloge zit dan ook een beetje in de weg. En wat het eigenlijk een beetje verraadt, is dat je heel erg zit te trekken. Want als je gaat trekken, dan trek je die bovenste hand eigenlijk heel snel over die onderste heen. Dus je moet veel meer aan je armen gaan hangen, alsof het elastiekjes zijn. En dat zien we natuurlijk ook van de zijkant. We zien veel te veel werken in het bovenlijf, in die eerste fase van de haal. Dus je mag er veel meer bewaren voor het einde. Je ziet eigenlijk dat al het werk in het begin gebeurt, terwijl smeer het veel meer uit. Wat wel echt veel beter is geworden, is je houdingen en hoe je benen en je rug elkaar opvolgen. Dat is echt veel beter geworden. Je zit nog steeds wat te hard in het begin, met name in je bovenlijf.